Nu zag ik laatst, en dat vond ik ontzettend interessant, een programma dat ging over de kwantumtheorie. Nou, en degene die daarin thuis zijn, die zeggen als je de kwantumtheorie begrijpt, dan heb je hem niet begrepen. Dus niemand begrijpt het, dus ik mag er ook iets over zeggen, vind ik. Ja, natuurlijk. En daar was een wiskundige, een hele vermaarde man, Michael Friedman heet hij. Dus wat is zijn naam, hè? Een bevrijde man. En die zei ook, wij leven niet in de echte wereld, maar er is een parallelle wereld die vele malen echter is. En dat is de kwantumwereld. En die kwantumrealiteit die is ontzettend veel rijker dan wij met onze zintuigen kunnen ervaren. Ja. En daarbij vergeleken is deze wereld die we om ons heen zien shallow, is oppervlakkig. Als ik nou zo'n uitspraak hoor van zo'n wiskundige, dan denk ik, nou, in alle grote religies, in alle godsdiensten wordt er gesproken ook over die andere wereld. Jezus heeft het over het koninkrijk gods. Als een soort, ja, misschien wel parallelle wereld die tegelijkertijd al aanwezig is. Die onze wereld misschien op dit moment helemaal doordringt.